En na de tv-show kunt u verder bij ons kijken naar een aflevering van Falcon Crest, Tros Actua in de regio en Derk. Tot zover ons overzicht van de Tros na het nieuws. En dan krijgt u nu het weer voor de komende dagen van Jan Pelleboer. U zal het hebben gemerkt de laatste week. Dat noemen ze de meimaand. Nou, het wolletje en ook het kacheltje 's avonds kun je nog geen dag missen. Ik heb eventjes het KNMI-formulier van 1974 erbij gehaald. Want anders zou u het nauwelijks geloven. Gisteren in de Bild 11,5 graad en op tweede kerstdag 1974 12,5. Een graad warmer. Nou, dat we het dan winterse meidagen noemen is geen wonder. We hebben hier de verwachting voor zondag. Wanneer het u lukt om zondag, het zij tijdelijk of eventjes de zon te zien, dan hebt u geluk. Overwegend is het zwaar bewolkt en er staat een zwakke tot matige stroming van de Noordzee. Daardoor koele lucht in het kustgebied 10 graden of iets meer, ongeveer gelijk aan het zeewater voor onze kust, ook 10 graden. Het kan zijn dat u de paraplu nog eventjes nodig bent. Temperatuur als de zon er even doorkomt 13, 15 graden, steeds beneden normaal. Het enige verheugende dat ik u wel kan meedelen, het blijft in het weekende ook 's nachts dooi. We hebben hier de computerverwachting voor maandag, een lager drukcentrum nog steeds boven West- en Midden-Europa. Er komt wat hoge druk van Schotland naar de Noordzee, een koele noord- tot noordwestelijke stroming. De temperatuur blijft wat aan de lage kant, warme lucht in Oost-Europa, maar bereikt ons op korte termijn nog niet.